Welkom, vandaag is mijn gast niemand minder dan Hilde van Michem, actrice, regisseuse, manusje van alles, klassevolle vrouw, goede voetbalster. Je bent alles in één vrouw, hè? Oh, dankjewel. Nee, dat is niet waar, maar nee. Klassevolle vrouw, laten we het daarbij houden. Ik ga eerst iets voorlezen over jou en dan zeg jij, het is oké of het is niet oké. Hilde van Michem is te goed, te emotioneel en te eerlijk voor deze wereld. Ze is al op heel wat stoute, foute en oneerlijke mensen gestoten, maar steeds kan ze alle onzin en pijn met de zachte dwang van haar glimlach wegtoveren en relativeren. Hilde van Michem, geroemd, gewaardeerd, maar steeds iets te laat. Sommige dingen zijn waar, sommige dingen zijn niet waar. Wat is niet waar? Jij vindt dat ik mijn roem steeds wat te laat krijg. Ja, ik vind dat jij wat ondergewaardeerd bent geweest, lange tijd. Is dat zo, ja? Ja, ik vind dat. Als regisseur is dat wel een beetje zo, vind ik. Ja. Dus als actrice ben ik toch vrij snel heel... Ja. Met alle egaars behandeld en als zeer snel als topactrice bekeken en zeer succesvolle actrice. Als regisseur heb ik lang moeten opboksen tegen het... Vooroordeel, hè? Ja, kansen actrice maakt filmpjes. Ja. Weet je? Ja. Wat is jouw burgerlijke stand nu? Ik ben een gescheiden vrouw. Ja, maar ben je samen of single? Ik ben al 14 jaar alleen, dus op dat avontuur van die smoorverliefde avontuur 11 jaar geleden nou, ben ik al 14 jaar alleen. Heb je dan niet de nood aan een warme rug naast jou? Nee, nul. De armen rond jou, samen wakker worden, ontbijten, de zoen in de hals, nul. De massage? Nee, ik zweer het, nul. Ik zeg ook altijd, moest er een man lopen, ik zit hier tegen de tuinmuur, ik pak met een bazooka en ik doe paf! Ik weet dat niet, uit mijn buurt blijven allemaal. Ik ben blij als ik alleen ben. Kun je nog tot het einde van je dagen alleen blijven? Ik denk dat dat kan, ja. Allee, Hilde, af en toe toch een beetje erotiek? Nee, al helemaal niet. Nee? Geen seks? Maar ik zag onlangs een documentaire en dat is dus allemaal genetisch bepaald, de hoogte van het libido enzovoort enzovoort. Ik ben gezegend met blijkbaar niet zo'n heel hoog libido. Oh, ik zeg hier allemaal dingen die ik niet wil zeggen. Ah, nee. Fuck. Nee. Nee, dat is niet goed. Wat zeg ik nu allemaal? Wat vertel ik allemaal? Ik vraag gewoon of seksualiteit nog in jouw agenda staat. Ah, wel, ik heb dat onlangs nog eens geprobeerd en ik vond een uur yoga beter. Het was niet lekker. Je moet daarover kunnen praten. Jawel, maar ik heb maar dat vind ik wel straf. Dus ik heb na een half uur zoiets van... Ja? Ik ga nu maar door. Slechte minnaar. Nee, een goede minnaar. Maar ik vond het zo'n gedoe. Sorry. Een gedoe. Ben je ijdel? Nee. Met wie wil je naar een onbewoond eiland vertrekken? Met mijn hond Wilson. Waar kan je absoluut niet tegen? Tegen dommigheid. Beleg jij je geld? Nee. Nee? Nee. Nee. Ga je soms naar de kerk? Ja. Wat is je levensmotto? Het is niet nodig te hopen om te slagen of te lukken om te ondernemen. Ja, dat is echt iets religieus, hè? Dat is Willem de Zwijger, hè? Ja, dat is mooi. Let je op je lijn? Ja. Eet je soms hamburgers? Nee. Hoe oud wil je worden? 92. Wil je niet stiekem terug 18 zijn? Nee, vooral niet. Nee? Op wie stem jij? Dat is moeilijk. Moeilijk. Socialisten. Ben je autoritair? Op de set wel, denk ik, ja. Heb je ergens een tattoo of een piercing? Nee. Wat ontspant jou? Massage. Wanneer heb je het laatst gelachen? Net. Bestaat de ideale man? Nee. Welke cd beluister je graag? Van Morrison. Wie is je lievelingszanger? Van Morrison. Ik wist het. Wat vind je belangrijk bij een man? De grootte van... Van? Het geheugen? Punt, punt, punt. Oké. Okay. Heb je ooit op de lotto gespeeld? Ja. Op welke gekke plaats heb je ooit een man bemind? In het vliegtuig. Vind jij jezelf een goede actrice? Ja, ik vind mezelf een steengoede actrice. Ik had gedacht dat je het niet ging durven zeggen. Jawel, ik ben een superactrice. Ja. Dat is heel erg omdat ik het zelf zeg, maar het is ook zo. Maar heel veel mensen durven dat van hunzelf niet te zeggen. Ik durf dat wel te zeggen. Ik ben een superactrice en ik vind het doodzonde dat ze mij hier in België nooit vragen. Ben je voldoende gewaardeerd? Heeft men jou voldoende erkend? Als actrice zeker wel. Ja? Ja, als actrice zeker wel. Als regisseur heb ik wel al wat moeten slikken. Ik maak wel al mijn kinderdromen waar. Ik wilde acteur, regisseur en schrijver worden en ik doe dat.
Ja, maar je schrijft toch al scenario's voor je eigen films? Ja. Een boek schrijven wil zeggen geen tijd kunnen maken voor een nieuwe Inderdaad, film. Inderdaad, je legt de vinger op de wonden. Het zijn twee totaal verschillende energieën. Film maken of acteren, dat is extrovert, naar buitenuit, dat is energiek, dat is bezig zijn. Schrijven is intiem, stilte, afsluiting, afzondering, research, allemaal. En die twee zitten elkaar echt in de weg op dit moment. Heb je nu een beetje geld? Nee. Allee, maar genoeg om de maand door te komen, maar ik wil niet putten graven terug opnieuw. Ik ben zo een beetje stabiel geworden wat dat betreft financieel. Maar je zou graag een spaarrekening hebben, zo iets langs de kant. Nee, ik zou graag niet meer in putten geraken. Ja. Dus ik moet een soort... Ik kan me dat moeilijk voorstellen. Zo'n indrukwekkend palmarès en jij zegt nu, ja, ik heb het soms financieel moeilijk gehad. Ja, amai, het zal nog niet. Je hebt zoveel gewerkt in je leven. Ja, maar ja. Onze stil betaalt niet veel, hè. Of heb je het op een onnozele manier verloren? Nee, maar ik heb alleen twee kinderen grootgebracht en in een huis geïnvesteerd. Ja. En, allee, dat dus je hebt het geïnvesteerd, maar toch? Ja, ik heb wel een goede spaarrekening, dat is mijn huis. Ja. Maar ik heb altijd dat moeten uitgeven om de winkel draaiende te houden. Die kinderen hebben ook allebei gestudeerd. Ik bedoel dat... Maar ben je beloond naar werken? Meer en meer, vind ik. Ja. Je bent over de helft van je leven om iets over na te denken. Ben je daarmee bezig met tijd? Ja. Ja, en ik heb ook nog maar... Wat ik nog te goed heb, is minder lang dan wat ik al geleefd heb. Ja, maar wat ik vooral heb, is... Het is nog maar sinds een achttal jaar dat ik graag leef. En dat wil ik wel dus nog wel even beleven. Zo. Ik wil graag leven. Ik leef graag. En dat had ik tot mijn 40 niet. Ik vond het een hele grote worsteling. Terwijl nu heb ik er echt lol aan. Ik vind het fantastisch. Ik geniet er heel erg van. Dus nu heb ik wel zoiets van, het mag van mij nog wel 40 jaar duren. Zo. Ja. Ja. Heb je angst voor de dood? Nee. Wel voor sterven, maar niet voor de dood. Wat zou je nog doen mocht je nog één dag te leven hebben? De tijd gaat nu in. Een hele lange wandeling maken met mijn kinderen en Wilson. Mijn hond. Dat is mooi. Ik hoop dat jouw leven nog 60.000 jaar duurt. Heel van hoop ik ook. En dat van jou ook. Hou je goed en word nog eens mooi verliefd. Oké, dankjewel. Dit was het. Tot de volgende.